Dit is een extra aflevering van de Loopings Podcast met Wessel Wit. De pretparken zijn gesloten vanwege corona, maar wat gebeurt daar nu? Hoe is het om nu in een attractiepark te werken en wat kunnen de bezoekers verwachten als de parken straks weer open gaan? Ik praat erover met de communicatiemanager van Toverland, Tessa Maasen. Dag Tessa. Goedemiddag. Tessa, we zitten hier op een prachtige plek midden in de Magische Vallei. Ja, je hoort de vogeltjes fluiten, maar er is één heel belangrijk geluid dat je niet hoort: en dat zijn de gasten die plezier hebben. Want Toverland is al een paar weken gesloten en zal ook nog wel een paar weken gesloten blijven. Dat moet een hele rare periode zijn voor jou. Ja, het is uh, zoals uh, premier Rutte ook al zei in zijn toespraak: het is echt een achtbaan waar we met z'n allen in gestapt zijn. En die steeds sneller en sneller gaat. En, uh, ik vind ik het weet... heel leuk eigenlijk, maar dat ja, is het niet. Maar dat is het niet, want je weet gewoon niet wanneer de achtbaan klaar is. Ja, de onzekerheid is denk ik het lastigste. Ja, de onzekerheid en niet weten wanneer je weer open kunt. Niet weten wanneer je al je collega's weer kunt begroeten en alle bezoekers. Ja, dat maakt het gewoon heel pijnlijk, deze sluiting. Ja, want veel medewerkers van Toverland, of misschien wel bijna alle medewerkers van Toverland, zullen nu thuis zitten. Uh, jij niet? Jij bent hier nog gewoon aan het werk? Wat, wat valt er nog te doen voor jou? Ja, voor mij valt er heel erg veel te doen, uh, want juist in de tijden van de coronacrisis is het heel belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt, enerzijds met alle bezoekers, uh, denk aan de website, uh, de veelgestelde vragen over de coronacrisis, de aanpassingen die we moeten maken als er in persconferenties nieuwe informatie naar buiten komt, uh, maar ook de communicatie omtrent het betrokken houden van alle bezoekers via de social media kanalen, maar van de andere kant, en dat is uh, nog belangrijker, zijn alle medewerkers van Toverland, want zij hebben natuurlijk heel veel vragen wanneer ze weer aan de slag kunnen. En ze missen Toverland en uh, een van de dingen die ik ook probeer te doen is het betrokken houden van de medewerkers bij Toverland en hen te laten weten dat we aan hen denken en dat we hen missen en dat we niks liever willen dan dat ze heel snel weer allemaal hier kunnen komen werken. Ja de interne communicatie hou jij dus ook mee bezig. Ja. Is het, is het belangrijk om de medewerkers op die manier betrokken te houden bij het bedrijf? Ja, ik vind dat heel erg belangrijk. En uh, je merkt ook dat de communicatie die er is op dit moment... Uh, ja, dat dat gewoon heel goed ontvangen wordt. En uh, ja, we hebben bijvoorbeeld een tijd geleden een uh, videoboodschap... door de directie laten inspreken, speciaal voor de medewerkers. We uiteindelijk toch ook op loopings terecht. Ja, dus, sorry uh, daarvoor. De luisteraars hebben het waarschijnlijk ook al uh, gezien en gehoord. En uh, ja, zo'n dingen, dat moeten we blijven doen. Uh, zo organiseren we bijvoorbeeld volgende week een uh, Toverland-quiz... speciaal voor Toverland-medewerkers. Uh, dan gaan we Kennistesten. En uh, we zijn ook bezig met een, uh, een speciaal magazine voor onze medewerkers, waarvoor ze zelf ook input mogen leveren. Dus hebben mensen gedichten, foto's, tekeningen die ze met, uh, de, met hun collega's willen delen, dan kunnen ze dat naar mij toesturen en dan maken wij daar gewoon een heel mooi boek van. En die quiz is digitaal, denk ik? Die quiz die is digitaal, maar alleen voor medewerkers. Oké, okay, ja, die mag ook niet op loopings verschijnen. Nee, helaas. Nee. Oké, okay. en ik zei het net al, uh, het is hier heel stil. Er zijn geen geluiden van attracties. Betekent dit dat de attracties nu Maanden uitstaan? De attracties die staan niet uit. Uh, dat zou zelfs slecht zijn voor de attracties, uh, want achtbanen bijvoorbeeld, ja, uiteraard die staan op wielen. En als je wielen te lang stil laat staan, dan worden ze vierkant, heb ik me laten vertellen. Ah. Dus uh, de attracties uh, die draaien regelmatig. Ik heb net Phoenix nog voorbij zien vliegen en uh, vandaag bijvoorbeeld heeft ook Django River weer zijn rondjes gedraaid voor de pompen, maar ook om de kwaliteit van het water gewoon goed te houden. Dus uh, die ja. Je doet het weer ook. Ja, die doet het weer. Goed, goed nieuws. Ja. Ja, zo, bij de heropening uh, ja, trachten we gewoon om alles gewoon weer helemaal gereed te hebben en uh, het park tot tip toe bij te laten liggen. Ja. En het lijkt me heel tegenstrijdig, want aan de ene kant hangt hier een prachtige sfeer en is het hartstikke zomers. Maar ben je wel met z'n allen in een soort situatie beland waar je eigenlijk zo snel mogelijk weer uit wil? Ja, klopt. En je wordt natuurlijk ook continu met de neus op de feiten gedrukt. Hè? Want uh, het feit dat er overdag op zo'n prachtige dag geen gasten zijn, maakt pijnlijk duidelijk dat de situatie anders is dan we zouden willen. Uh, nu is het wel zo dat de medewerkers die een vast uh, dienstverband hebben gewoon aan het werk zijn op dit moment. Voor medewerkers die hun werk vanuit thuis kunnen uitvoeren, geldt dat zij thuis werken. Maar voor de medewerkers die bijvoorbeeld uh, achtbaanmonteur zijn of in de groenvoorziening werken, ja, gaat die vlieger niet op. Die zijn gewoon hier. Uh, en zij werken dan. Wel volgens strikte veiligheidsmaatregelen. Dus uh, ja, jij hebt uh, toen je binnenkwam hier in Wessel waarschijnlijk ook al gezien dat we overal stickers hebben met anderhalve meter afstand. Ja. Dat er overal desinfectie hangt. Uh, we hebben ook verschillende pauzeplekken voor iedereen ingericht, uh, zodat iedereen ook de ruimte heeft tijdens de lunch. Uh, verschillende toiletgroepen. We doen er alles aan om het onderlinge contact zo minimaal mogelijk te maken. Ik werk wel thuis, uh, maar afhankelijk van de werkzaamheden op locatie Toverland uh, ben ik wel hier. Ik ben meestal twee, drie dagen per week ben ik bij Toverland aanwezig en dat vind ik zelf ook heel fijn, want ik vind het fijn om een feeling te houden met het park en met de collega's. En uh, ja, toch af en toe praatjes met mensen te maken en luisterend oor te bieden. Want weet je, we mogen er soms best even bij stilstaan wat dit voor een bizarre situatie is. En soms kun je dan gewoon even je hart luchten en dan kun je daarna weer door en ook weer genieten van al het mooiste dat we hier te bieden hebben. Zelfs als het park gesloten is. Uh, net zag ik bijvoorbeeld, uh, ja, dus inderdaad, Phoenix gaan. Ik zag Django River gaan. Ik vertelde het al even. En dan durf ik daar zelf ook wel weer even van te genieten. Want het is me toch bijzonder om hier te mogen werken. Ja, en je kunt ook niet maandenlang bij de pakken neer gaan zitten, natuurlijk. Nee, dat, uh, dat kan inderdaad niet. Ik denk dat, uh, ja, ik bedoel, de coronacrisis die treft ons allemaal. Uh, de hele wereld lijkt stil te staan op dit moment. En we moeten ons allemaal aanpassen aan de nieuwe situatie. Om er ook weer samen uit te kunnen komen. Um, maar, uh, en, en die gevoelens die mogen er zijn. Maar als je dat continu toelaat, dat gevoel, dan word je dood ongelukkig. En dat is niet de bedoeling hiervan. Niet alleen de fysieke toestand is heel belangrijk voor de mensen, maar de mentale gezondheid net zo. Bedenken jullie ook nieuwe taken, nieuwe opknapbeurten zeg maar, voor de andere vaste medewerkers? Het zijn niet zozeer nieuwe taken, maar het zijn vooral taken die al jaren of maanden op ons verlanglijstje staan. Wij hebben van die to-do lijstjes waar nooit tijd voor is. Mm -hmm. Nou, die tijd is er nu wel. Uh, en we proberen ook bijvoorbeeld onderhoud naar voren te halen. Uh, zo hadden we nog onderhoud gepland staan aan de Waldstoebe, het grote restaurant in Woenderwald. En dat zou eigenlijk uh, tijdens parkopening plaatsvinden, zou het restaurant de week dicht moeten. Nou, dat onderhoud dat doen we nu al, zodat straks als we weer open gaan, de gasten er geen last meer van hebben. En, en kun jij meer voor? Geven van die leuke klusjes die al heel lang op het lijstje staan? Oeh, dat vind ik een goede vraag. Um, ja, het zijn misschien niet de meest spannende klusjes, maar wij hebben dus een hele grote decoratiezolder waar bijvoorbeeld de decoratie te vinden is van, uh, van de Halloween nights, uh, van de midsomeravonden. Oeh, ik denk dat heel veel fans daar wel een keertje rond zouden willen speuren. <laughs> Ja, dat weet ik wel zeker. En nu wel weer, want die zolder die hebben we dus compleet opgeruimd. En met web niet ikzelf, maar uh, dat hebben onze horecatoppers gedaan. Er uh, staan bijvoorbeeld ook nog maquettes uh, nog van het land van Toos, uh, destijds nog Magic Forest, uh, de rotspartijen van uh, Phoenix, uh, van het stationsgebouw. Dat staat daar allemaal. En uh, ja, dat geeft ons wel de gelegenheid om goed te bekijken wat daar nu allemaal is. En wat we eventueel ook zouden kunnen gaan gebruiken volgend jaar tijdens ons 20-jarig jubileum. Ja, 20 jaar Toverland, dat is ook niet niks. Nee, klopt. En uh, dan, ik heb je al vaker gevraagd, 20 jaar Toverland is ook de unieke kans voor een Toverland Museum. Ja, 20 jaar Toverland, daar willen we absoluut heel veel mee gaan doen. Uh, daar zijn we op dit moment natuurlijk nog niet zo mee bezig. Maar uh, de eerste ideeën, die, uh, die heb ik al wel in gedachten. Ik weet dat er ook weer heel veel behoefte is aan een nieuwe coaster challenge. Ja, daar vraagt iedereen elke dag naar, uh, geloof nou, ik. Ja, bijna wel. En het liefst willen ze hem op Phoenix. Maar ik denk, goh, Phoenix, dat, dat is toch niet te doen joh, om daar 24 uur ja, te elkaar. Ik denk dat je toch een keer moet zitten. proberen. We hebben nu zo vaak een coaster challenge gehad, 24 uur achter elkaar of zoveel uur achter elkaar in Troy. Ah, Phoenix is wel natuurlijk nog even een stapje heftiger. Ik denk dat het een grotere uitdaging is, wel spannender. Ja, we zullen zien. Uh, ja, het staat vast dat we dan in ieder geval toffe dingen gaan doen. Uh, 19 mei 2021 is natuurlijk uh, onze verjaardag. Dan mm -hmm. worden we 20 jaar oud en we doen twee dagen later doen we Toverland live. We willen het zeggen. Festival. Er is sowieso een feestje die periode. Juist. Want André Hazes komt langs. Ja. Ja, die nieuwe datum is niet voor niks uh, dan gekozen, want dan uh, kunnen we meteen onze verjaardag groots vieren. Het andere grote evenement wat eigenlijk in mei zou plaatsvinden is naar begin juli gegaan. En dan ja. is het even fingers crossed dat dat dan door kan gaan. We gaan er maar even vanuit dat we gewoon begin juli een pretparkseizoen hebben. Ja, laten we daarvan uitgaan. Uh, ja goed, uh, ja, we zullen zien. Er wordt ook steeds meer gesproken over die anderhalve meter economie. Hè. Uh, we zullen zien wat voor een mogelijkheden de overheid ons uiteindelijk gaat bieden. Hè. En dan gaan wij daar op, als Toverland zijn er natuurlijk wel op inspelen. Zo'n dagje pretpark gaat er dan anders uitzien dan voorheen, kan ik me zo voorstellen. Want misschien zijn er wel mensen die inderdaad nog steeds wel overal de ontsmettingsmiddelen willen hebben... die misschien ook meer afstand willen in wachtrijen. Zijn jullie daar nu ja. mee bezig? Ja, natuurlijk zijn we daar mee bezig. Uh, kijk, uh, we vinden het heel belangrijk dat mensen hier een ontspannen dagje Toverland kunnen beleven. Hè? En uh, ja, we willen niks liever dan voor iedereen weer die magische gelukservaringen creëren. En als dat voor de maatschappij dan belangrijk is om dat te doen... Ik heb een bingo kaart hier met magische ah. gelukservaringen creëren. Ik streep hem af. Ja, goed hè? Ja, die ja, moest die er een moest keer er in. Die moest er even in, ja hoor. Die moest er een keer in, dus niet eruit knippen hè? Nee. Nee, nee ja goed. Die maakt zich luxe voor degenen die hem gemist hadden net. Uh, ja, die, die willen wij gewoon heel graag creëren voor iedereen. En uh, als dat dan voor de mensen belangrijk is, om dan inderdaad die hygiënevoorschriften door te trekken, of inderdaad te zorgen voor desinfectiemiddelen, of de buggels van de achtbanen te de desinfecteren, dan gaan wij daar echt wel een weg in vinden. Daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk willen wij toch gewoon graag weer open betekent dat voor jou zelf nog iets want ik weet dat jij wel een pretparkliefhebber bent daar graag naartoe gaat uh, jij kunt er natuurlijk ook niet naar de andere parken toe ja, dat klopt. Ik ben wel een pretpark liever. Uh, ik heb ook nog wat tripjes op de planning staan. Uh, bijvoorbeeld naar Europa Park deze zomer en naar Tripsdril. Bij die laatste ben ik nog nooit geweest. Uh, en we gaan in een boomhut slapen daar. Dus uh, daar verheug ik me heel erg op. Uh, maar de vraag is of het allemaal door kan gaan. Ja, Als er iemand begrip heeft voor de situatie, dan ben ik dat natuurlijk. En nu probeer ik vooral ja, uh, via de social distancing leuke dingen te doen. Ik heb geloof ik nog nooit zoveel gefietst in de omgeving. Nog nooit zoveel wandelingen in mijn woonplaats gemaakt. Nieuwe dingen ontdekken. En het tofste wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, is dat ik een bezoekje aan het land van ooit heb gebracht. Ah, Althans, het voormalig land van ooit. Ik zou net zeggen: het één ja. pretpark, misschien wel in Nederland, wat gewoon open is. Ja. Waar niet heel veel te beleven valt, maar misschien wel herinneringen op te halen zijn. Ja, voor mij zeker. Ik ben er uh, volgens mij maar één keer geweest toen ik kind was. Uh, maar die soldaten die daar nu nog steeds in het water staan, dat is wel iets wat ik me nog steeds kon herinneren. Dus uh, dat vond ik tof. Uh, er was nog zo'n hele mooie duizend stappelaan, heet het geloof ik, waar je doorheen kon wandelen. Het roze kasteel, dat niet meer roze is, dat staat er nog in alle pracht. Dat wordt nu gerenoveerd, heb ik me laten vertellen. Ja, het wordt bruin, geloof ik, of wit. Of wat was het? Uh, ja, allebei. Oh ja, precies. Ja. Niet meer roze, helaas. Nee. en uh, ja, je kon er gewoon wandelen. Er zaten nog wel wat restanten van het land van ooit. Ook de, de, de brug waar je onder doorloopt, waar nog welkom en nog tot ziens op staat. Uh, en het was nog niet druk. Misschien nu ik dit hier in de podcast vertel dat het dadelijk te druk wordt. En ja, dat dan moeten de autoriteiten moet ingrijpen. Maar uh, ja, op, een, uh, op een moment dat je denkt dat het niet druk is, ga er gewoon een keer naartoe. Dan kun je toch je pretparkhart een beetje ophalen. Ja, en verder kunnen wij volgens mij alleen maar hopen dat het snel voorbij is. Ja, precies. En inderdaad, op een digitale manier... mensen toch Toverland vanuit thuis laten beleven, hè. Uh, we hebben allerlei blogs en tips en tricks... Om, om gewoon vanuit je huiskamer toch onze on videos te beleven. Of voor mensen die kinderen hebben om kleurplaten te kleuren... of speelpakketten samen te doen. Uh, ja, recepten die je samen kunt bakken. Ja, op die manier hoop je dan toch... dat de mensen toch nog met Toverland bezig kunnen zijn. Ja, en de abonnementhouders die sowieso veel met Toverland... Bezig zijn uh, daarvan hebben jullie gezegd dat zij een het aantal dagen dat het park gesloten is erbij opgeteld krijgen, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Uh, ja, dat vonden we een mooie vorm van compensatie, want dan uh, kan iedereen toch gewoon van de volledige looptijd van zijn of haar abonnement gebruik maken. De situatie maakt het natuurlijk extra uh, onwerkelijk omdat Toverland in principe nog nooit een dag gesloten is geweest. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. We zijn ooit één keer eerder uh, gesloten geweest voor reguliere bezoekers. toen we een uitkoop hadden van een uh, heel groot bedrijfsfeest. Dus uh, om tien uur s ochtends stonden er uh, ja, ook geen gasten aan de poort. Dat was toen al heel gek. Maar je wist dat later die dag de mensen alsnog zouden komen. De attracties hebben wel gedraaid natuurlijk. De attracties die hebben dag. wel gedraaid die dag. Met dus mensen erin. Uh, ja, voor mij telt het wel als openingsdag. En uh, eigenlijk had onze allereerste sluitingsdag natuurlijk bij de start van dit winterseizoen moeten plaatsvinden. Ja. Uh, maandag 9 november was dat geweest. Geweest. Maar nu was het zaterdag 14 maart, onze eerste sluitingsdag. Bizar. Ja. En ik liep net uh, naar binnen hier bij jullie kantoor, dat is in de buurt van, uh, van de eerste hal van het Land van Toos. Mm -hmm. um, en dan hangt er ook een hele rare sfeer die ik daar nog nooit eerder heb gezien, want dat is altijd open voor bezoekers. Dus er staan in één keer staan alle deuren open, hoor je geen uh, Toverland muziek, maar staat de radio bijvoorbeeld aan, zijn mensen daar aan het klussen. Um, dat moet voor jou misschien ook raar zijn om zo door het park te lopen. Ja, dat is heel gek. Uh, normaal doen we zoveel mogelijk onderhoud natuurlijk buiten de openingsuren om. En als je nu door het land van Toos loopt, dan zie je dat alle theekopjes van de the uh, theekop af zijn, omdat we daarmee uh, daar nu onderhoud aan het uitvoeren zijn. En inderdaad, je hoort daar de radio. Uh, ja, je ziet eigenlijk de situatie zoals alleen wij als medewerkers die voor tien uur kennen normaal gesproken, die zie je nu gewoon de hele dag door. Ik zag net al wat rood-wit lint daar in Evelon. want daar wordt ook uh, onderhoud gepleegd aan de paden, geloof ik. Ja, klopt. Uh, we zijn en, uh, daar de betonlaag uh, opnieuw aan het koten. Dus dan uh, liggen, liggen de paden er straks weer mooi bij. Vandaag zijn we nog bezig geweest met Avalon. En morgen is Port Laguna aan de beurt. Als Toverland straks weer open gaat, dan hebben we wel een park wat er tip top bij ligt, als ik het zo hoor. Ja, daar gaan we voor. Daar doen we al dit onderhoud nu voor op dit moment. We hebben net ook een hele wandeling uh, gemaakt, even door het park. Want die mogelijkheid uh, hadden we op anderhalve meter afstand. Uiteraard. Uh, en er werd ook wel uh, wat geklust bij, uh, bij Troy. Zijn de technici bezig, geloof ik? Ja, daar zijn ze inderdaad bezig met uh, de bootcontrole op alle hoogtes. Dus ze worden ook geabzaald vanaf de baan. En uh, dan is Troy daar straks weer helemaal klaar voor. Ja, maar wat mij het meest opvalt is wel wat voor prachtig pretpark weer dit is. En dat is natuurlijk zo frustrerend. Want hoe vaak hebben we niet meegemaakt dat het in de paasperiode slecht weer is. En dat de mensen hier zaten van: Hé, shit, regen. Dan blijven veel mensen natuurlijk thuis. En nu, kijk om je heen. Het is perfect. Ja, het is echt perfect pretpark weer. En dat maakt het natuurlijk extra zuur dat we nu gesloten zijn. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang gaat dit nog duren? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Uh, we weten sowieso tot en met 28 april dat de maatregelen doorgaan. 21 april een nieuwe persconferentie en dan horen we meer. Ja. Het zou mooi zijn als we in mei weer open zouden kunnen. En ik verwacht niet dat dat dan al zonder restricties zou zijn, maar met restricties, maar dan denk ik Toverland is wel een park met 35 hectare, waar we mensen ook heel goed anderhalve meter van elkaar kunnen laten houden. Dus dan zijn er echt wel weer mogelijkheden. Het zou fijn zijn als we dadelijk gewoon weer een eindpunt hebben, hè? Een, een, een heropeningsdatum, een zicht om naartoe te werken. Ja, de grote baas van Disney, uh, Bob Iger, die had gezegd uh, ik kan me voorstellen dat er bezoekers zijn die behoefte hebben aan uh, warmtemeters, koortsmeters bij de ingang van onze parkers, waar je ook een tassencontrole hebt. Kun je je daar iets bij voorstellen? Goh, ja, dan, uh, ik weet niet hoe onze directie daarover denkt, dus dit is puur iets wat ik vanuit mezelf zeg. Um, ik zou vooral een beroep willen doen op de mensen die Toverland gaan bezoeken. En die mensen vragen dat op het moment dat ze zich niet goed voelen, dat ze klachten hebben, uh, dat ze dan ervoor kiezen om thuis te blijven en op een andere dag naar Toverland te komen. Wat zou zo'n situatie nou kunnen betekenen voor de verdere toekomst van Toverland? Want uh, we gaan ervan uit dat we dus in de zomer weer naar Toverland kunnen en naar de andere parken. Um, er komt dan een Halloween-seizoen aan. Zijn jullie nu bezig met wat voor effect dit bijvoorbeeld financieel heeft, of wat voor effect dit heeft op bezoekersaantallen en prognoses? Ja, daar moet je natuurlijk mee bezig zijn. Want uh, ja, om gewoon te kunnen blijven voortbestaan, moet je gewoon financieel gezond zijn. Dus ik weet dat onze directie daar keihard mee aan het werk is. En uh, zij hebben wel gezegd dat uh, een mooie toekomst voor Toverland gewoon nog steeds in het verschiet ligt. Dus daar uh, maak ik me geen zorgen over. Daar heb ik heel erg vertrouwen in de directie. Fans hoeven zich ook geen zorgen te maken. Zij kunnen nog gewoon naar Toverland uh, de komende jaren. Ja, zij kunnen straks gewoon weer naar Toverland. En zodra het weer kan en zodra het weer mag... dan gaan wij ervoor zorgen dat we weer fantastische evenementen... ook hier gaan neerzetten. En uh, ja, er weer iets heel moois van gaan maken. Ja, want midsomeravonden en Halloween... dat gaat allemaal vooralsnog gewoon door? Vooralsnog staat dat allemaal nog op de planning, ja. Laten we daarvoor duimen. En waar ja. vug jij je dan het meeste op als straks weer de poorten opengaan... Misschien sta jij daar wel bij, de poorten openen terwijl iedereen naar binnen stroomt? Daar zeg je wat. Ik zorg dat ik erbij ben op het moment dat de poorten voor het eerst weer open gaan. En dan ga ik ervan genieten hoe al die fans helemaal vooraan staan en keihard rennen naar hun favoriete attractie. Uh, dan ga ik genieten van uh, het plezier van de mensen, maar vooral ook van het plezier van de medewerkers die allemaal weer terug zijn. Want uh, waar kijken we daar met z'n allen naar uit? Ik loop meteen naar de Flaming verder, denk ik. Ga ik daar eten? Goed plan, want we hebben een vernieuwde menukaart. Tessa hartelijk bedankt voor je tijd en hopelijk zie ik je snel weer een keer in een open pretpak. En een goede gezondheid voor iedereen. Zeker, dankjewel. Dankje. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl en wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps, zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.